zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Ahmed Abu Taleb werd in januari 2009 geïnstalleerd als burgemeester van Rotterdam. Hij volgde Ivo Opstelten op, die 10 jaar burgemeester was geweest. De benoeming van Abu Taleb als burgervader van Rotterdam was groot nieuws. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. Abu Taleb was namelijk de eerste burgemeester van Marokkaanse komaf in Nederland en zelfs van een grote Europese stad. Al van het begin af aan was er kritiek omdat Abu Taleb 2 paspoorten heeft. Leefbaar Rotterdam vroeg al tijdens de installatie om het Marokkaanse paspoort in te leveren. Wij bieden u als welkomstgeschenk daarom een envelop aan. Niet met inhoud, maar wel gefrankeerd en geadresseerd aan de koning van Marokko. Daar kunt u uw paspoort in doen of, als u dat niet durft, een brief met vergelijkbare strekking. De eerste grote klus van Abu Taleb was de nasleep van de strandrellen in Hoek van Holland. De mening van de Rotterdammers over Abu Taleb was de eerste tijd kritisch, maar dat veranderde in de loop van de tijd. Belangrijk was zijn optreden na de aanslag op de redactie van het Frans satirische blad Charlie Hebdo in 2015. Abu Taleb hield toen een speech op het plein 1940 die een grote indruk maakte. Mais ce soir, je suis parisien, je m'appelle Charlie. Abu Taleb neemt in een interview met Nieuwsuur opnieuw geen blad voor de mond. En als je het hier niet ziet zitten, omdat je humoristen niet ziet zitten die een krantje maken, ja, mag ik het zo zeggen, rot toch op? Al jarenlang zet Abu Taleb in op veiligheid en het verbinden van Rotterdammers. Taken die hij de komende jaren graag voort wil zetten.